In de achtste koers brengt Dickie Hof Alonso Merlo aan de start. Een paard dat hier ooit peert van Omelux is geweest. Altijd één van de toppaarden hier op de baan. Wat verwacht je voor vandaag? Ik verwacht van vandaag dat hij wel een goede koers gaat lopen. Hij doet het in zijn werk goed. Heeft één keer gelopen Wolvenga tegen de top. Nou ja, daar is hij net niet goed genoeg voor. En hij zal wel iets scherper kunnen. En de afstand is een beetje in zijn nadeel. Ik denk dat hij 2300 meter beter past. Maar goed, voor wat erin staat denk ik dat hij in het geld moet lopen. Sowieso. In het geld, maar hij heeft toch gewoon een eerste kans in deze koers. Hij moet gewoon deze koers winnen. Ja, nou ik hou een beetje slag om mijn arm. Want de eerste keer uit de Wolvenga viel hij me nog niet helemaal mee. Hij heeft nog een paar kilootjes te veel. Dus ik hou een beetje slag om haren. Maar op zijn klasse zou hij hem voorin mee moeten doen. Ja. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. De achtste en laatste koers, dames en heren, is de trainerscompetitie van de Bosprijs. Acht paarden gaan zich opstellen achter de startauto. We hebben twee favorieten in de laatste koers. Dat zijn de 5 Alonso Medo met Dickie Hof en de 6 Beatnik Turgo Bas Krewas. De auto is nu op 100 meter van het startpunt. Start gevallen. Goede start voor Brenda Charisma. In het midden van de baan gaat de deelnemer nog harder weg. En dat is Bas Krewas met Beatnik Turgo. Beatnik Turgo neemt makkelijk de leiding. Brenda Charisma ligt tweede. Daar komt Jonker Fanatic, de trainingsgenoot van Beatnik Turgo. En die mag de leiding overnemen. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Jonker Fanatic, Beatnik Turgo. Daarachter is Iper Flying blijven hangen. Maar die kan er mooi tussen. Want Jeffrey Miras neemt zijn paard ietsje terug. Maar net niet genoeg. Want daar past hij net niet tussen. Brenda Charisma blijft dus op plaats 4 aan de relingzijde. Houdt dat gaatje toch half dicht. En daarachter Alonso Medo in het tweede spoor nu op de rug van Iper Flying. Het is een mooie positie, de andere favoriet. En de andere favoriet, Beatnik Turgo, ligt aan de relingzijde tweede. Koploper is Jonker Fanatic en zo gaan de paarden de laatste ronde in. Tempo is helemaal uit de koers. Jonker Fanatic drukt de tempo. Daarachter Beatnik Turgo, dan Iper Flying, dan Brenda Charisma. Dan daarachter Alonso Medo, die dat niet leuk vindt op een rug lopen. Die loopt er liever voor, maar vandaag moet hij uit het veld. Daarachter aan de relingzijde Paycheck. Voorlaatste plaats aan de buitenkant is voor Check Boko. En laatste aan de relingzijde Voronov de Pen. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. Tempo gaat weer ietsje omhoog, maar niet overdreven. En het is nog altijd Jonker Fanatic die leidt. Jonker Fanatic, Beatnik Turgo. Daarachter Iper Flying. Daarachter aan de relingzijde Brenda Charisma. Dan Alonso Medo. Daarachter wordt al geschoven naar voren Check Boko. Maar die reageert daar nauwelijks op. Binnendoor gaat aan hem voorbij Paycheck. En daarachter ligt Voronov de Pen. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Dickie Hof gaat even kijken in het derde spoor met Alonso Medo. En moet nu Iper Flying voorbij, maar dat lukt niet, want Alonso Medo zet nog niet echt door. Zo gaan ze de laatste 500 meter in. Relingzijde nog altijd voor Jonker Fanatic. Alonso Medo valt weer terug. Tweede aan de relingzijde, Beatnik Turgo. Daarnaast Iper Flying. Daarachter volgt dan, en die gaat wel ietsje door naar voren. Gaan inmiddels de laatste bocht door. Op plaats 4, Brenda Charisma. Uitgeschakeld nummer 5, gelop nummer 5. Is het nog altijd Jonker Fanatic die leidt? Beatnik Turgo moet zijn rug loslaten. De enige die in de buurt blijft is Iper Flying. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Jonker Fanatic, Iper Flying. Zijn outsiders vooraan. Daar komt helemaal aan de buitenkant Brenda Charisma. Relingzijde, Jonker Fanatic. Zou die dan echt 4 koersen gaan winnen die minimaal op 1 dag? Het lijkt er wel op. Jonker Fanatic, daar komt nog een keer Brenda Charisma. Op weg naar de streep. Is het? Jonker Fanatic met een neusje, denk ik, voor Brenda Charisma. En dan Iper Flying. Scheelt weinig, de rijders hebben het er nog even over. Wij gaan kijken naar de film. Het leek Jonker Fanatic, maar dan is het niet meer dan een